Arnold van der Leijden won 2 keer een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Ja, ik vind het minder persoonlijk. Ja. Brons. Ja. Dus vind brons ik... is minder dan goud. Het is toch niks, eigenlijk? Nou ja, je hoort dan... Goud. Goud is het allermooiste. Oh, oeh, auw! Miguel Diaz, 24 jaar, bantamgewicht, is geboren op de Kaapverdische eilanden. Wie heeft dat gedaan? John Fortus, John, kapper. Ja, de Rotterdam. Kapper? Ja? Ja, mijn kapper. Elke week gaat er wat anders in. Elke dus, week? Ja, als je wat in je gedachten hebt, zeg maar. Wat ga je er volgende week in zetten? Nou, volgende week, ja. Helaas is mijn kapper hier niet aanwezig. Ja. Dus, die Olympische ringen blijven? Die moeten blijven. Ja. Dus die moet ik hier bij jou, probeer ik althans. Ga je goud winnen trouwens? Dat hangt er vanaf. Nee, ja. Ja, hey, nee, ja. Ja, ja. Wat ja. Is dat nou? Ja. Jij ja. Denkt dat iedereen hier goud kon winnen? Ja. Tuurlijk. Ja. Je zegt wel allemaal, ja, van, ja. We gaan voor goud. Ja. Maar, ja, we gaan voor goud. Nee, we winnen goud. Ja, we winnen een plak. Laat ik het wel zeggen. Want, je hebt toch een speciale naam voor tegenstanders? Hoe noem je die? Een bord soep? Een bordje soep, ja. Ja? Ja. Wat is een bord soep? Wat is een bord soep? Wat is een bord soep? Ja, wanneer is een tegenstander een bord soep? Ah, wanneer ik lekker ermee kan spelen. Ja? Ja. Als je wanneer die in mijn straatje past, ja. Dan ligt eraan wat voor soepje het is, hè? Ja, wat voor soep is het dan? Is het bouillon of is het dikke soep? Magere kippensoepie. Magere kippensoepie, dat is het lekkerste? Die kan je alle kanten op sturen? Juist. Die zijn overal te raken? Meestal wel, ja. Ja? Ja. Verwacht jij in je eerste partij gelijk een magere kippensoep tegen te komen? Nee. Nou, oké, het liefst heb je even zo'n magere kippensoepje dat je een beetje in kan komen. Ja. Maar ja, het kan ook anders zijn. Kan ook gelijk een maaltijd zoeken. Je een stevige hertensoep hebt. Ja, dan moet je er tegenaan, hoor. Monique Knol is erg blij met haar bronzen medaille. Harry niet. Heer Bolhuis, we hebben geen goud gehaald hier. Nee, bronzen? Nee. Ja, dat is niet genoeg. Is het niet genoeg, een bronzen medaille? Ja, nee. Mooi. Nee. Iemand die al een gouden heeft, en nog een bronzen erbij. Ja, het moet goud zijn. Het moet goud zijn. Ja, dat kan jij wel willen, maar niet altijd is alles goud, hè? Oké. Maar de vraag laat... Maar de eerste dag meteen een medaille. Ik zou zeggen, dat is goed raak vandaag. Nou, brons, 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 brons. Ik zit niet in een dal. Nee, hè? Nee. Ga er mee, Peetje, zet je uit, Pietje. Denk erom dat je die achtervolging, dat je dit... Je moet dit van vandaag moet je helemaal vergeten, oké? Okay? Ja, zal ik doen. Helemaal vergeten, niet meer aan denken. Alleen nog maar denken aan die achtervolging. Ja. Oké? Oké. Vroege vogel pikt de eerste worm. Pardon? Die ken ik niet. Nee, echt niet. Een vroege vogel pikt de eerste worm. Dus kun je nagaan hoeveel wormen ik gehad heb. Irene de Kok staat tenminste stevig met beide benen op de grond. Zelfs Harry krijgt haar niet uit haar evenwicht. Ja, maar het is allemaal zo dicht bij elkaar altijd, hè, dat judo. Heb je nou nooit een tegenstander die stinkt? Nou, ik ken in ieder geval de tegenstanders waar ik heel veel moeite mee heb. En ik vind dat erger dan iemand die stinkt. Ik kom liever tegen iemand die stinkt en die ik makkelijk kan gooien... als iemand die heel erg lekker ruikt en die me gewoon 2 seconden naar de rand de mat afkegelt. Dat vind ik niet zo tof. Maar de zon blijft maar branden. Je denkt dat alles weer normaal is. En opeens, ja, dan heb je het gewoon niet meer in de hand. Iedereen, om zeker te zijn van goud, heb ik dit pak voor jou meegenomen. Speciaal voor jou. Dus dat moeten we nu even gaan proberen. Laten we maar even met een partij beginnen dan of zo. Even een stukje verder west, dan moeten we eerst groeten. Oh, we moeten eerst groeten? Je hebt wel lef voor. Oké, okay, ja. Goed. Nou. Ja. Ho. Ja. Irene, die morgen op de mat komt, is zo geconcentreerd dat Harry hier bijna een zware blessure oploopt. Gelukkig voor hem laat hem de speciaal met klitterband bevestigde revers op tijd los. Tot zover het onderdeel Waanzin in het dorp. Zie je nou wat er gebeurd is? Kijk, ja. Die trek je dus zo van het pak af. Dus als jij zo'n pak aandoet, jouw tegenstander pakt je vast. Jij die trekt aan jouw pak, die vliegt achterover. Jee. Jij duikt er bovenop. Je doet die verwurging en je hebt gelijk 3 coca's en 2 Amazaris. Ja? Mag ik hem lenen van je?